Neem heel veel nieuwe ideeën en nieuwe kennis mee. Hallo allemaal, we zitten hier in Finland en we hebben besloten een vlog te maken van onze ervaringen van de afgelopen dagen. Wat voor soort management wil je? We hebben informatie gehad over wat doet muziek met het brein en wat doet bewegen met het brein. Dat zorgt ervoor dat leren moet je blijven activeren door te bewegen, door muziek te gebruiken, door naar muziek te luisteren. Gaat de student zelf kijken wat is mijn doel, wat heb ik al in huis? Wat heb ik nodig om dat te bereiken? Dat we opleiden voor functies die er nu nog niet zijn, voor banen die er nu nog niet zijn. En wat kun je daar dan, hoe moet je daar je onderwijs op afstemmen? Metafoor gebruikten ze dan de groei van wortels van onkruiden. In plaats van de aanpak of de groei van een boom, de lineaire vorm van een boom. Afgelopen dagen heb ik een congres meegemaakt van het E-April in Finland. En nou, dat is een hele leerzame dagen zijn het geweest. Ik ben wat het opnemen, grapjes. Nee, ga bijna weg. Elke keer reflecteren wat heb ik nu geleerd, meer nodig, zodat het proces helemaal op maat is voor de beoogde situatie. Veel meer feedback momenten inbouwen in het onderwijs. Dus niet alleen op het eind bij de beoordeling, maar juist ook tussendoor. Een bijeenkomst over professionele leergemeenschappen. Over dat je kennis met elkaar deelt, dat je onderwijs met elkaar ontwikkelt. Niet alleen maar voor jouw vak, maar samen met je andere collega's. Interessant vond ik ook deze week is dat je leerlingen kan laten meedenken over de manier waarop ze beoordeeld worden. Maar je kan de leerlingen ook zelf laten denken van hoe zou je willen aantonen dat je dat beheerst.